De Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie van Leraren in Suriname, ALS, hebben vandaag tijdens een algemene ledenvergadering in Matagouri besloten om donderdag en vrijdag een prikactie te houden. De actie houdt in dat er tot 10 uur zal worden gewerkt. Of de acties verscherpt zullen worden, zal van de regering afhangen, zei bondsvoorzitter Wilco Valies. Aanleiding tot deze actie is de stugge houding van de regering tijdens de onderhandelingen over diverse knelpunten, zoals het belastingssysteem, het nieuwe onderwijssysteem en de voornemens van de regering om de status van onderwijsgevenden te veranderen. Het besluit is dat er vanaf morgen de leerkrachten in actie zullen gaan. En dat, daarom zeg ik, ik benadruk dat alle negatieve consequenties voor rekening komen van de overheid. Als de overheid zegt, vanaf morgen praten we, dan is er niets aan de hand, dan worden die acties zonder meer opgeschort. Maar de overheid is verplicht om met ons aan tafel te zitten. Dus wij zullen, en om niet meteen te gaan tot volledige werknedlegging, zullen wij donderdag en vrijdag zullen we tot 10 uur werken om te protesteren tegen de houding van de overheid naar de werkers toe. Valies is van mening dat de regering een vertragingstactiek hanteert bij de onderhandelingen. Indien de regering deze week niet reageert op de prikacties, zal vanaf maandag het onderwijs niet gegarandeerd zijn, waarschuwde de bondsvoorzitter. En als de overheid deze week niet inkomt, dan kan ik niet garanderen wat er vanaf maandag gaat gebeuren. Dus het zal van de overheid afhangen wat de leerkracht in de komende periode, wat hun opstelling zal zijn naar de overheid toe of naar de regering toe. Laat het voor die gemeenschap duidelijk zijn dat wij als organisatie in de afgelopen periode hebben we ons opengesteld om te komen tot een oplossing. En wat we gezien hebben is dat de overheid een vertragingstactiek heeft gehanteerd naar de leerkrachten toe. En dat is voor ons onacceptabel. Aldus bondsvoorzitter Wilco Valies vandaag tijdens de algemene ledenvergadering in Matagouri. Morgen en vrijdag zal er een prikactie op de scholen worden gevoerd door leraren die zijn aangesloten bij de BVL en ALS.